Ook als je ouder dan 60 jaar bent, is het belangrijk om te gaan of te blijven sporten. Niet zozeer om kampioen te worden, maar om kwaliteit van leven te behouden. Door veel te blijven bewegen, blijven mensen in staat om er lekker op uit te gaan. Te voet of met de fiets en mee te doen met alles. In feite is het fysieke gezondheid en geestelijke gezondheid. Dus je fysiek die heeft invloed op je geest. En andersom natuurlijk ook. De SRO organiseert wekelijks meer dan 30 groepen in buurthuizen en gymzalen en kerken. En het aanbod varieert van zumba, pilates, fitness, sport en spel, bootcamp, yoga, tot gym in de sportzaal of op en rond de stoel. Voor ieder wat wils. Nou, op de eerste plaats vind ik dat het een heel prettige leiding is. Dat is weldadig mogelijk. De lessen worden gegeven door goed opgeleide docenten die veel ervaring met ouderen hebben. De lessen zijn goedkoop en laagdrempelig en ieder kan op zijn eigen manier meedoen. De sociale contacten die je met elkaar hebt, dat is ook erg belangrijk. Naast het werken aan de conditie staan plezier en gezelligheid tijdens de lessen voorop. En hierdoor blijven de mensen graag komen. Wij hebben een lichaam, dat is een bewegingsapparaat. En zolang je een apparaat gebruikt, doet het het. Dus ga bewegen. Na het zien van dit filmpje bent u vast enthousiast geworden. U kunt om een folder vragen en een activiteit uitzoeken. U kunt gratis een keer deelnemen om te ervaren of het u bevalt. Bedenk dat de eerste keer misschien vermoeiend kan zijn, maar dat u zich na een paar keer fitter zal gaan voelen.